Hoi, ik ben Apeu van Ruvis en het is tijd voor de Cash Special. En daarvoor heb ik meegenomen mijn goede vriend Richard van The Taste of Richard. Welkom. Voor deze Cash Special hebben Richard en ik een heel makkelijk menu samengesteld. Niet alleen makkelijk, maar ook nog eens heel goed voor te bereiden een dag van tevoren. Hey, dan heb je meer tijd voor je gasten. Dat klopt. We beginnen met een amuse van coquille. Daarna de bouillabaisse. En als hoofdgerecht een salmon wellington. We beginnen met de amuse. Wat hebben we daarvoor nodig? Het pareltje uit de zee. Persoonlijk mijn favoriete schelpdier. Verse coquilles. We gaan daarbij een salade maken van witlof, bieslook en appel. Daarbij doen we een vinaigrette. Ries, een vinaigrette? Ja, een vinaigrette. Een mengsel van wat zuurtjes, de citrus, de limoen, sinaasappel. En daarbij doen we een klein beetje heerlijke olijfolie. We garneren het gerecht af met wat zeewiersalade en een blaadje sla. Klinkt goed. Dan gaan we beginnen. Ik ga straks de coquilles bakken. Maar eerst laat Ries zien hoe je de salade maakt. We nemen de witlof. Het kontje van de witlof halen we eraf en snijden hem over midden. Let wel even op dat je het hart van de witlof eruit haalt. Want deze kan nog wel bitter wezen. Snij je mooie dunne reepjes. Vervolgens pakken we de bieslook. Ook daarvan mooie lange stukjes door de salade heen. Als laatste de appel. En ook deze snijden in mooie dunne reepjes. Dat is de basis. Voor de salade, de vinaigrette, citruspesje, een halve limoen, een halve sinaasappel. En deze persen we even uit, zodat we een mooi beetje zuur daaruit krijgen. Idem, met de limoen. We nemen een goede olijfolie, we doen er een scheutje bij. En om het een beetje smaak mee te geven, peper en zout. Even mengen. En het belangrijkste, proeven of de dressing goed op smaak is. Is inderdaad lekker, Richard. Mooi. Zo, Richard heeft alle voorbereidingen getroffen. Dan kan ik nu verder met de coquilles. De pan is lekker warm aan het worden. En zorg ervoor dat je gasten vast aan tafel zitten. Want zodra de coquille klaar is, moet die gelijk geserveerd worden. Doe een beetje olijfolie in de pan. Zodra de pan warm is, doe ik de coquilles in de pan. Ik bak deze niet langer dan 1 minuut aan elke kant aan. Een coquille kun je gerust medium eten. Zodra ze aangebakken zijn, zet het uur of half en laat het nog maximaal een minuutje liggen. De coquille is bijna klaar. We maken nu de salade aan. Terwijl de coquilles bijna klaar zijn, hebben we de salade wat gemengd. Klein beetje van de vinaigrette sprinkelen we over de salade heen. Deze meng je even door elkaar. In dit geval gaan we de coquille serveren in zijn schelp. Klein beetje salade in de schelp. De coquilles zijn klaar, alleen nog een klein beetje zout en peper. We halen de coquille uit de pan, plaatsen die bovenop de salade. We geven nog een klein beetje dressing mee en garneren hem af met een klein beetje bakkermeesalade, een beetje sla, maar ieder kan daar zelf wat voor kiezen natuurlijk. En als finishing touch een klein beetje rasp van de limoen. We gaan nu verder met de bouillabaisesoep. Deze serveren we met een crostini met roeien. Hiervoor hebben we nodig olijfolie, een potje roeien, voor de garnering platte peterselie, rauwe gamba's, Victoria baasfilet, zalmfilet, bouillabaisse soep. Deze kun je kant-en-klaar bij Ruvis kopen. En een ciabatta broodje. Voor de crostini snijden we mooie plakjes ciabatta brood. Deze
Leg even op een plaatje die geschikt is voor de oven. Klein beetje besprenkelen met olijfolie. En eventueel kun je hem nog even uitsmeren met een kwastje. Om het brood verder wat smaak mee te geven, besprenkelen we hem met wat grof zeezout. De crostinis gaan ongeveer 10 minuutjes in de oven op een 120 graden. Hierdoor worden ze mooi krokant en lekker bros. De crostinis zit in de oven. Ik ga de vis snijden. Hoe groot moet de vis zijn, Richard? Ja, mooie kleine stukjes kunnen we even aanzetten in de pan. Waardoor je gezellig bij je gasten aan tafel kan zitten. Niet al te lang in de keuken hoeft te staan. En een goede voorbereiding is het halve werk. Wat dacht je hiervan, Richard? Mooie stukjes zo. Pakken we nog even de Victoriabaas erbij. De rauwe gambas, moet ik die ook nog een keertje doorsnijden? Nee, die hoeven niet doorgesneden te worden, want dan zijn ze veel te snel gaar. Dus die houden we van mooi heel zo. Oké, heb ik nog één vraagje. Zijn die stukjes niet een beetje groot? Nee, de stukjes vis die krimpen natuurlijk nog een beetje. En we gaan straks de vis in het midden van het bord opbouwen. Met gambatje erbovenop. Soep serveren we om de vis heen. Dan hebben we gewoon een plaatje van een gerecht. Nou. Klinkt goed, dacht ik zo. We gaan de vis alleen om en om aanzetten. Dus hij hoeft niet gaar te worden. We gaan hem later in de oven gaan garen. Zodat u alle voorbereidingen 's morgens al kunt treffen. Moet er geen zout op, Richard? Nee, peper en zout doen we nou niet. Zout onttrekt vocht, dan zouden we hele droge vis krijgen. We doen een klein beetje peper en zout op de vis voordat we hem ook in de oven. Ondertussen hebben we een pannetje warm gemaakt. Een klein beetje olijfolie in de pan. En dan bakken we de stukjes vis even om en om aan. Je kunt ervoor kiezen om eerst de zalm te doen, dan de kabeljauw en dan de Victoriabaas. De gambas moeten in ieder geval even echt heel kort om en om, anders worden ze te droog. Eigenlijk bak ik ze heel kort aan. Ja, echt even heel kort, klein beetje kleur geven. En dat hij van binnen gewoon nog helemaal rauw en rosé is. Ik leg daar een plaatje voor neer voor de oven. Zo zijn de stukjes al ver genoeg. Dus echt net een klein beetje kleur geven. Het mooie hiervan is dat je dit al de avond van tevoren kunt voorbereiden. Je legt het op een ovenschaal, je zet het in de koelkast en de volgende dag doe je het in de oven. Toch? Of zeg ik dat verkeerd? Nee, dat is helemaal goed. We hebben net gezien hoe Richard de vis heel even licht aangebakken heeft. Voordat we het in de oven doen, een klein beetje zout erop. Oven op 150 graden. Een minuutje of 10, 12, Richard? Ja, 12 minuutjes ongeveer, dan zijn ze mooi zacht van binnen en goed warm en gaar. In de oven ermee. Dan zijn we nu aanbeland bij het makkelijkste gedeelte van deze kerstspecial. De bouillabaisesoep. Die kun je gewoon kopen bij Ruvis in de winkel. Alleen wij hebben er even naar gekeken voor het kerstmenu. En we gaan hem gewoon nog lekkerder maken dan dat hij al is. We gooien hem in een pannetje. En eigenlijk hoeft u hem alleen maar op te warmen. Gewoon zachtjes tegen de kook aan, rustig opwarmen. De soep is warm. We hebben de vis al uit de oven gehaald. Richard, jij als topketeraar. Zou jij willen laten zien hoe je zo'n bordje nou het beste op kan maken? Jazeker, dat gaan we doen. De crostini hebben we besmeerd met de roeien. Deze plaatsen we op de rand van het bord. In het midden van het bord plaatsen we de vis. Daaroverheen een paar lepels van onze heerlijke bouillabaisse. En we garneren af met een klein takje platte peterselie. Dan is het nu tijd voor het hoofdgerecht. We gaan vandaag zalm Wellington maken. Wat hebben we daarvoor nodig? Natuurlijk een mooi stuk zalm van Ruvis. Neem gelijk ook de witte wijnsaus mee. Roomboter. En wat hebben we nog meer nodig, Richard? Wat hebben we nog meer nodig? We hebben wat kruiden daarvoor nodig. Dille, platte peterselie en gewone peterselie. Natuurlijk bladerdeeg, gewoon bij de supermarkt verkrijgbaar. Sesamzaadjes, klein beetje aardappelzetmeel en een eigeeltje. Als ik heel eerlijk ben, heb ik dit nog nooit gemaakt. Dus Richard, wat gaan we doen? Nou, het is heel simpel. Het klinkt heel ingewikkeld, maar we beginnen gewoon met de vis snijden. Zal ik dat maar doen? Als jij wil beginnen. Met de zalm snijden, één keer door de midden en daarna een keer over het was. Over het was. Ja, helemaal goed zo. En nu Richard. Nou, hebben we de vis gesneden. Dan gaan we naar deze kant even, naar het bladerdeeg.
Het aanrecht even een klein beetje bestuiven met bloem om plakken te voorkomen. We hebben al een beetje bladerdeeg uitgerold. Die leggen we mooi op het aanrecht neer. En hierbovenop doen we één stukje zalm die je net gesneden hebt. Over zo? Ja, dat maakt niet uit. En de bovenkant die leggen we er even naast. Waarom doen we dit? Dit gaan we vervullen met de kruiden die we nu eerst nog even gaan snijden. Hé Richard, ja. De kruiden. Moeten die grof gesneden worden of juist heel fijn gesneden? Nou, voor dit gerecht gaan we de kruiden een beetje grof snijden. Daarvoor nemen we de dillen, pakken alleen de bovenkant, de topjes. Deze gewoon lekker grof, zonder de steeltjes. Dat doen we ook met de platte peterselie. En als laatste de gewone peterselie. Daar kijken we wel even naar dat we echt een beetje de mooie bovenkant, de toppen pakken en wat minder van de steel. En waarom is dat, Richard? Nou, dat is omdat de steel van de dillen, dat is een mooi fijn steeltje van de platte peterselie ook. Van de gewone peterselie, dat is gewoon een wat dikkere steel en die wil ik gewoon niet in ons gerecht hebben. Oké, de kruiden zijn gesneden. Ja. Wat gaan we nu doen? Nou, kruiden zitten in de bol. Daar voegen we een klein beetje aardappelzetmeel aan toe. Waarom aardappelzetmeel? Dat is om het vocht wat uit de kruiden komt, om dat op te vangen, dat dat een beetje bindt. En anders krijgen we gewoon een heel nat gerecht. Klein beetje zetmeel. En dat husselen we gewoon door de kruiden heen. Meer is het niet. De zalm legt nu mooi open. We vullen deze met de groene kruiden. Als deze er mooi in leggen, slaan we de bovenkant terug. En doen we een beetje peper en zout over de zalmfilet heen. We smeren de randen om de zalmfilet even in met een klein beetje water. Doe dit wel met water en niet met eigeel, want dan bakt het deeg heel dik op. Als dit gebeurd is, slaan we de bladerdeeg over de vis heen en drukken hem langs de vis heen netjes aan. Als dat klaar is, snijden we met een gewoon mesje of met een deegmesje om de Wellington heen en maken we er een mooi pakketje van. De zalm is ingepakt in het bladerdeeg. Dan gaat hij op een overplaatje met een stukje vetvrij papier eronder en gaan we hem nog even insmeren met wat eigeel. Eigeeltje even losmaken. En het bladerdeeg even licht insmeren, zodat je straks bij het bakken een mooie kleur krijgt. Als laatste bestrooien we hem met een klein beetje sesamzaadjes. Dan kan hij nu de oven in. We doen hem ongeveer 25 minuten op 180 graden. Terwijl Richard de zalm werken heeft gemaakt, ben ik bezig geweest met de witte wijnsaus. Dit is heel simpel, 3 deciliter water en een zakje witte wijnsaus. Maar om het nog lekkerder te maken, voegen we aan het eind een klontje roomboter toe. Zo krijg je een lekker romig sausje. Nou, we hebben de borden weer mooi opgemaakt. En kijk eens hoe lekker dit eruit ziet. Fijne feestdagen.